Een heel hartelijk welkom allemaal vanavond bij onze 16e online ledenbijeenkomst. Ik ben Leonie Sterenborg, ik ben secretaris van de kostuumvereniging en ik wil vanavond speciaal welkom heten Gineke Arnolli, die vandaag wat gaat vertellen over haar nieuwste project. We houden allemaal onze camera en microfoon uit. Want ook zoals gebruikelijk, ook vanavond nemen we onze bijeenkomst weer op en is deze later terug te zien op YouTube. Ook zoals gebruikelijk stellen we de vragen weer aan het eind van de lezing van Gineke. En deze kunnen jullie in de chat zetten. En ik zal de vragen dan aan Gineke stellen. Nou, Gineke Arnolli behoeft bijna geen introductie, zou ik bijna zeggen. Ze is natuurlijk wel bekend bij jullie als voorzitter. Van 2011 tot 2017 was zij voorzitter van de kostuumvereniging, maar ook daarvoor al ruim bekend. Sinds 1980 conservator bij het Fries Museum voor Textiel. Maar ook al trouwbezoeker van de dagen sinds die tijd. Nou, helaas is zij eigenlijk met pensioen gegaan in 2018. Maar niet gestopt met haar interesse voor textiel. Dus daarover gaat ze gewoon mee verder. Tijdens haar lange carrière bij het Fries Museum waren twee belangrijke keuzes, of twee belangrijke focuspunten. De kleding en de materiaalkeuze en waarom mensen ervoor kiezen om zich te kleden zoals ze doen. En ook twee belangrijke thema's waren breien en natuurlijk sit van de meest recente sit-tentoonstelling van het Fries Museum. Ik geef graag het woord aan Gineke. Dankjewel, Leonie. Ben ik goed te verstaan? Oké. Dankjewel voor de uitnodiging om te spreken over het project Pleat. En dat doe ik niet alleen. Dat project doe ik samen met Johanna van Bentum, Dorine van den Beukel en Winnie van der Zwaag. Het gaat niet direct over mode en kostuum, maar het gaat over wol. Dat samen met linnen de enige lokale grondstof is om textiel van te maken voor kleding en linnengoed. En in Nederland lopen nog tegen de miljoen schapen rond. Wacht eventjes. Hoe het project begon. In januari 2019 verloor het containerschip Zoe 342 zeecontainers. En de inhoud spoelde aan op de stranden van de Waddeneilanden en de kust van de Waddenzee. Heel veel plastic. Heel veel plastickorrels die nauwelijks van het zand zijn te scheiden en die door de vogels en vissen worden opgeslokt, denkend dat het voedsel is. En tegelijkertijd, Johanna van Bentum, die heeft een microgalerie. Dat wil zeggen dat de vensters van de woonhuizen aan de straat waar zij woont de etalages zijn of de vitrines zijn voor de expositie. Dus je hoeft nergens naar binnen te stappen. Je kunt gewoon vanaf de straat de expositie zien. En als je goed kijkt op de plaatjes, dan zie je steeds mijn weerspiegeling in het glas. Want ik heb dus de foto's gewoon vanaf de straat gemaakt. De expositie ging over het onderzoeksproject van Dorine van den Beukel naar lokale grondstoffen. Om te beginnen met wol. Zij begon met wol omdat ze wou kijken of je in Nederland wollen sokken zou kunnen laten breien. En dat kan niet, want de productieketen in Nederland is kapot. Er is geen spinnerij meer, er is geen wasserij meer, er is geen officiële kaderij meer. En dat betekent dat je dus niet met Nederlandse wol een paar sokken kunt laten breien. En je kan natuurlijk zelf aan de gang gaan, en dat heeft Dorine ook gedaan voor deze tentoonstelling. Ze is zelf bezig gegaan met het breien van sokken.
En bij de opening van die tentoonstelling was ook Sam Westra. Dat is een van de schaapherders in Leeuwarden. En die zorgen voor de begrazing van een recreatiegebied net buiten Leeuwarden, de Groene Ster. En hij vertelde dat de vachten van zijn schapen als afval in een container naar China werden vervoerd om er vulmateriaal van te maken. Dat is dus grondstof die verspild wordt, want wol is zoveel meer. En Sam biedt op dat moment aan de 240 vachten van zijn Drentse heideschapen, de schone bekers en enkele allegaatjes hier te houden om te verwerken. Wol. Wol is isolerend, zowel warm als koel. Wol is brandwerend, kan tot 30-40% vocht opnemen zonder nat aan te voelen. Het is vernieuwbare grondstof, het is duurzaam, het is composteerbaar. Het kan heel goed geverfd worden, het kan heel dun en heel dik verwerkt worden. Het kan verfilten en het is de meest flexibele vezel die er is. Dus wol is grondstof en het heeft waarde en dat kan werk opleveren. Het is werk om mee te werken, maar het kan ook werk opleveren. Dus dat is ons uitgangspunt geweest. Want vroeger was het duidelijk. Het nut van het schaap was vroeger de wol. Tegenwoordig gaat het om landschapsbeheer, dijkbeheer, om melk voor kaas en ijs en schapenvlees. Wol komt niet meer voor op de site van schapenhouders. Het kost geld om de schapen te scheren en er moet vaak geld toebetaald worden om de vachten te laten ophalen. En sommige boeren gaan dan ook de vachten verbranden. En dat is een hele bijzondere manier om brandwerend materiaal te verspillen. En dit is een kinderprent uit de collectie van het Rijksmuseum met het verhaal over het schaap en zijn nut. De prent is wat ouder dan deze afdruk. Hij is in 1843 getekend door de toen 18-jarige prentmaker Ludwig Volz. En hij is dus later in Nederland uitgegeven in 1874 als kinderprent. En daar heb ik even de plaatjes uitgehaald die specifiek verwijzen naar kleding. De volgende. In de streekdrachten was er natuurlijk volop wol aanwezig, in rokken en jakken, in de zogenaamde boerenvesten, hè, die mooie 19e eeuwse vesten met twee rijen knopen en lange mouwen en ook met modieuze details als zo'n kokmouw, zo'n gerimpelde mouw. Een Fries mannenpak, een pandje zelfs van het Fries kostuum. De mannen bleven in Friesland de kniebroek erbij dragen, terwijl de mode voorschreven om een lange broek te dragen. Of bijvoorbeeld een gebreide onderjurk. Een wollen onderjurk. Tot op de kuit is die heerlijk warm. En in een onverwarmde boerderij is dat natuurlijk een prima dracht. Hoe ga ik naar de volgende? Ja, oké. ...240 vachten. Wat ga je daarmee doen? Daar zijn dus heel veel vrijwilligers voor nodig om die te verwerken tot een warm wollen dekentje of een pleat. Want dat was onze eerste gedachte. Wol is warm. Nou, wat gaan we maken? Laten we een dekentje maken. Een pleat. En dat is onze naam geworden. De fonetische vorm van pleat. Pleat. In het Engels het is helemaal geen Engels woord. Het is pleat betekent geruit. En een plaid throw is een geruite pleat. Maar wij hebben dus de geuzennaam pleat gekozen. En wij gaan dus op zoek naar spinners en filters en breiers en hakers en wevers. Op scheerdagen en op wolmarkten. En wij hebben dus mensen verzameld. En verder werkte de social media van die mensen ook heel goed mee. Want ja, wat hadden wij nodig? De schapen die zouden geschoren worden door de vaste scheerders van de herder. Voor het sorteren en spinnen kregen we hulp van een zeer ervaren spinster. En ruim 200 spinners, breiers, hakers, filters en wevers hebben zich bij ons gemeld. In Friesland zijn al die vaardigheden nog aanwezig. Al is er nauwelijks sprake van verjonging. Dus er is werk aan de winkel. Het is duidelijk.
je hebt dus schapen scheren, het gereedschap wat erbij hoort. Ik heb een aantal dingen ertussen gezet die niet gebruikt zijn. Dus er is niet gewerkt met een breimachine. Er is ook niet gewerkt met naaldbinding of knopen of vlechten, wat ook mogelijk geweest was. Maar er is gebreid, gehaakt, geweven, gevild en enorm veel gesponnen. De scheerdag in Leeuwarden is in juni 2019. En op die scheerdag in Leeuwarden raken we alle vachten kwijt. Omdat de kudde veel oude schapen telt, is een aantal te slecht om te verwerken. Een groter aantal is al op de rug van het schaap te verveeld om ermee te kunnen spinnen. En die zijn geschikt om er een viltvacht van te maken. Maar dat hebben we buiten het project gehouden. Want wat we wilden laten zien is die diverse technieken, hè, die door mensenhanden worden gedaan en die waarde toevoegen aan de vezels van de vacht. En dat vonden we op dat moment bij een viltvacht niet zo goed te zien. Het blijft gewoon een vacht. Als je daarnaar kijkt. En dan, daarna, overal werd er gewassen, gedroogd en gekaard. En we hebben een spincafé georganiseerd, omdat er een behoorlijke groep was die graag wilde leren spinnen. Dus wij organiseerden een spincafé met als inspirerende docent Tineke van Waddenwolletje. En dat is een ontzettend goede spinster die ook nauw betrokken is bij het project. En het is opvallend, iedereen nam zijn eigen spinnenwiel mee, maar iedereen had een ander spinnenwiel. Het waren allemaal hele verschillende modellen, oude modellen, hele barokke modellen, hele strakke modellen. En iedereen heeft gewoon heel vlijtig leren spinnen. En ik ben ook weer begonnen te spinnen en vooral me toegelegd op spinnen van dikke draden, wat ik eigenlijk nooit had gedaan. Dit was de eerste gesponnen wol die na 3 weken al werd bezorgd in een doosje. Mooie kleurtjes, heel mooi fijn gesponnen van heel gewoon het zachtste deel van een Drents heidenschaap. Want het heidenschaap bestaat uit verschillende vezels. Lange haren die nogal hard zijn. En het onderhaar, dat is heel fijn. En daar kun je dus echt wel zacht mee spinnen. Dat betekent wel dat je niet zoveel wol overhoudt van een vacht. Een gewoon vacht levert iets van 4 kilo wol op. 4 tot 6 kilo. En een heidenschaap zit tot 2 tot 4 kilo en wat dit aangeleverd in dit doosje was nog geen kilo garen. Want er verdwijnt dus veel slechte stukken afval door de aard. Nou, het project gaat verder. Mensen zijn druk aan het spinnen en in december 2019 zijn wij toe aan het uitdelen van de gesponnen wol. Zodat de wevers, hakers en breiers ook verder kunnen. We hebben zoveel aanmeldingen dat we niet elke breier en haker van voldoende wol kunnen voorzien om een pleat van te maken. Daar hebben we groepjes van gevormd, zodat er gezamenlijk een dekentje gemaakt kan worden. En voor de wevers hebben we bij een soort hobby spinnerij hebben we kettinggaren laten spinnen voor de ketting op het weefgetouw. Want handgesponnen garen is daar nou niet het meest geschikte voor. En wij hebben ondertussen onze bedrijfskleding gemaakt van Drentse heidenschapen. En we krijgen van het provinciale IPMI-fonds op die avond een aanmoedigingsprijs als waardering voor ons project. En dat is natuurlijk heel erg leuk, een bedrag van ruim 2000 euro. Het is een symbolisch bedrag, het gaat over 2028, als we weer 10 jaar na het mooie culturele hoofdstadproject in 2018 weer iets nieuws op poten staat. Nou, daar is dit een onderdeel af van. We krijgen de eerste foto's binnen van een pleat in wording. Een mooi weefsel wat heel erg lijkt op de vroege middeleeuwse weefsels die overgebleven zijn, die archeologisch gevonden zijn. Waar ze het over hebben als ze het over Friese mantels hebben. Het is een heel mooi spitskeper van 2 kleuren wol. En een werkfoto van een gebreide pleat die in wording lekker met lekker veel relief. En na
Het opspannen tot een mooie, prachtige pleed bij Johanna op de stoep wordt gebracht en gefotografeerd. Aan elke pleed komt een label. We hebben 4 stempels laten maken met het logo en de technieken. En rechts is dus een pleed die gemaakt is door een groepje mensen. Dus er was 1 spinner die ook verschillende variaties heeft gemaakt van garen. En er waren 4 breisters die samen 1 pleed hebben gemaakt. We gaan ook op bezoek bij de Dutch Felt Academy in Baard. En die is op een hele grondige manier met het project bezig. Hier zie je dus het verschil tussen de wol naar een slootwas en een sopwas. In de sloot wordt het niet echt schoon. Met een sopje wordt het toch wel echt veel witter. En ondanks de hoge micron van het garen levert de wol van Heideschapen toch fijn vilt op. En dat kan je met een detail ook goed zien. Dat zijn allemaal vierkantjes van 10 bij 10. En dat is heel prachtig fijn vilt geworden. Dus het was erg leuk dat ze meededen. En dan gaan we voorbereidingen treffen voor een expositie. Het is dan al coronatijd, dus dat is iets wat problemen oplevert. De bedoeling is dat alle plates, en er zijn er bijna 90 gemaakt, te exposeren. En dankzij die prijs die we hebben gekregen, zijn we in staat voor 2 maanden, juli en augustus, een leegstaand winkelpand op een hoek te huren met 2 deuren. Dus een deur in de ene straat en een deur in de andere straat. Want dat blijkt nodig, want we zijn intussen dus in coronatijd beland. Dit is Winnie die de plate van Siska nameet en die op de foto wordt gezet. We hebben van tevoren in 1 dag alle plates gefotografeerd en opgemeten. En dit is een plate die in samenwerking met de Dutch Felt Academy is gemaakt door 3 filters die met lonten zijn gaan weven en dat zijn gaan vastfilteren. Echt een heel mooie plate geworden. En dan hebben we een opening. Zonder publiek. Het is een hele warme dag. Sam had met een aantal schapen de stad in zullen lopen, maar dat is maar niet doorgegaan, want het was gewoon, met die pasgeschoren schapen was dat gewoon veel te heet. Bovendien, ja, er liep toch niemand op straat, want er was een lockdown. Dus wij zijn met z'n 4, plus de 2 maaksters van de pleet. En er komt nog een fotograaf langs van het Fries Dagblad. En Sam die krijgt als openingshandeling een pleet van de vacht van zijn eigen schapen. En die doet hij om als een omslagdoek. En dat staat hem erg goed. En bevalt hem ook erg goed om hem te hebben. Die ruimte die we hebben, heeft dus grote winkelruiten. En er is van buitenaf al veel te zien. Er is uitleg en er zijn video's te zien van door de ramen heen. We zijn op 2 dagen open, op vrijdag en zaterdag. En op verzoek ontvangen we groepjes op andere dagen. En al met al zijn er ruim 500 mensen binnen geweest. De opbrengst van mijn pleet zit in de pot voor de schapenschuur. Want de pleet is in gebruik als vloerpleet. En een vloerpleet, dat is een woord wat wij nu al zo vaak gebruiken. Het lijkt heel gemakkelijk om eigen woorden te maken. Want dat is het volgende project waar we mee bezig zijn. We willen heel graag van de vachten van dit jaar vloerpleets laten maken. We waren eigenlijk helemaal niet van plan om de pleets te laten verkopen. Dus al die pleats die daar hingen, die waren in principe niet te koop. Die waren alleen maar om te laten zien wat je als mens met die wol kunt doen. En iedereen was die binnenkwam, die was daar verbaasd over. En heel veel mensen wilden dus graag wat kopen. En dat is met een aantal ook gebeurd. En een deel is naar de maker gegaan en een deel is in de pot gegaan voor een nieuw te bouwen schapenschuur voor de herder.
Bij de expositie was een infoblad om op te roepen tot herwaardering van wol als grondstof. He, dus het wordt nu beschouwd als afval. Wij willen graag dat het beschouwd wordt als grondstof. En eigenlijk dat er weer een soort nieuwe economie ontstaat waarbij de wol wordt ingezet. Zij als isolatiemateriaal door aannemers, door bouwers. Het zij als, wat heel goed werkt, als middel tegen slakken. Als je een randje ruwe wol om een perkje doet, dan komen de slakken daar niet overheen. Het werkt ook heel goed tegen de, hoe heet dat? Die rups, die eikenblad, die processierups. Als je een rand van ruwe wol om die boom heen bindt, dan komen ze niet door die rand van ruwe wol heen. Dus dan kunnen ze niet bij de bladeren terechtkomen. Dus ook in de tuinderijen zijn ze heel goed is ruwe wol heel goed in te zetten. Je kan ook kweekpotjes maken van veel bijvoorbeeld. En de wol zelf kan dienen als compost. Dus het is een ontzettend veelzijdig materiaal. En aan de andere kant kun je natuurlijk kleding van maken, dekens van maken, et cetera. We hadden de resultaten van ons project dat we een looptijd hadden van een jaar. Een looptijd van een jaar hadden gegeven en willen evalueren met een symposium in het Fries Landbouwmuseum. Dat kon echter niet doorgaan, dus we hebben een boekje gemaakt. Het Wolreddershandboek. We kregen aanvragen hiervoor uit het hele land. En in het Wolreddershandboek hebben wij onze pleitprincipes gezet. En dat is eigenlijk onze eigen evaluatie van het project. Met de oproep om vooral dit na te volgen. Wol is van waarde, gooi het niet weg. En maak je spullen waar je woont. Een ambacht is soms vergeten, maar nooit oud. En arbeid verdient een eerlijke prijs. Ik bedoel, bij textiele arbeid wordt heel vaak gedacht van, nou ja, dat is een hobby en breien vind je leuk en zo. Maar alle uren die erin zitten, die zijn onbetaalbaar. Dus daar moet een middenweg gevonden worden naar een eerlijke prijs. Met liefde gemaakt duurt het langst. Repareer wat stuk is. Natuurlijke vezels geven geen plastic vervuiling. Jong geleerd heeft de toekomst. Het is my sizzle net de waan. Oftewel, geen woorden maar daden. En vele handen maken lichtwerk. En dat heeft dit project wel bewezen. Met zoveel mensen hebben we toch in no time een tentoonstelling van 90 pleats uit de grond gestampt. En dat was natuurlijk heel bijzonder. En ons doel is natuurlijk toch mee te werken aan de circulaire economie. Waar vervuiling uitgebannen wordt. En waar mensen met plezier werken met natuurlijk materiaal. Waar er nieuwe bedrijven ontstaan. En waar het gunstig is voor de biodiversiteit, waar geen afval is. Kortom, hoge idealen, maar in deze tijd hele gewone idealen, zou ik zeggen. Onze plannen voor 2021-2023, want we zouden er 1 jaar aan werken, maar iedereen wou door. Dus we zijn intussen Wij zijn een stichting geworden. Om door te kunnen gaan met onze plannen. En de eerste plan is om een educatieprogramma te maken. Daar zijn we mee bezig. Een expositie in het Fries Landbouwmuseum. Ook daar zijn we mee bezig. Pleeteisen, daar ga ik zo meteen verder op in. Met wolverven. Babypleet loopt heel erg goed. Dat is eigenlijk een dochter van ons. Dat zijn 2 van de vrijwilligers. Die hebben een eigen groep opgestart met spinners en breiers en wevers. En die zijn wollen babydekens aan het maken voor de jongste inwoners van Leeuwarden. En er is net een oproep in de huis aan huis verschenen dat ouders van nieuwgeboren baby's, dat die zich kunnen melden en dan kunnen ze een hele mooie pleat uitzoeken. En dan willen we heel graag een wolwerkplaats, een open werkplaats voor wolwerkers. En dan het liefst in de stad, zodat iedereen naar binnen kan lopen. Er staan heel veel winkelpanden leeg. En ergens moet er toch iemand zijn die denkt van, nou ja, ik kan dat jaren en jaren leeg laten staan. Maar ik kan het ook ter beschikking stellen aan een dergelijk initiatief. Dat hopen we dan maar. Het is nog niet zo ver gekomen, maar wij vragen overal en we proberen van alles. En dan willen we een online platform maken, zodat wolwerkers en mensen die iets van wol gemaakt willen hebben, elkaar kunnen ontmoeten.
Dus dat zijn de plannen voor de komende jaren. Plan 3. De wolkammerij van IJzerhuis in Franeke is vooral bekend door het planetarium. Maar het planetarium, dat was een hobby. Hij heeft in 7 jaar een planetarium gebouwd, omdat op een gegeven moment bleek dat een aantal planeten in één lijn zouden staan en dat er mensen waren die bang waren dat die planeten dan tegen elkaar aan zouden botsen en dat dat door de aarde zou vergaan. Nou, hij wist dat dat niet waar was, omdat iedere planeet zijn eigen baan heeft. En dat heeft hij dus bewezen met het bouwen van het planetarium in zijn eigen woonhuis. Maar van beroep was hij echt een wolkammer. En op zijn hoogtepunt had hij zo'n 400 mensen voor zich werken. In de wolkammerij, in de spinnerij en ververij. En hij voerde wol uit naar Engeland en Amerika. In 1820 won hij een prijs voor een verfrecept met weden. En dat was voor ons een uitdaging om daarmee aan de gang te gaan. Helen Sieders, een ervaren weefster, heeft het recept van IJzerga uitgewerkt. Winnie is daarmee verder gegaan en gezamenlijk is het tot een verfrecept gekomen waarmee in 1 dag wol blauw geverfd kan worden. In het verfbad kleurt de wol geel-groen en aan de lucht oxideert dat tot blauw. Een wat ingehoudener blauw dan indigo-blauw. Enkele keren onderdompelen geeft een donkere kleur, net als bij indigo. Even kijken. Wij maakten er weer een boekje van dit proces. IJzer en pleet. Oud blauw, rediscovering blue. Dat hebben we gepresenteerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. Het thema was The Greater Number. En ik citeer, met dit thema roept de Dutch Design Week aan de ene kant op tot minder. Minder consumptie, minder producten en dus minder afval. Maar wij realiseren ons dat het niet altijd minder kan en dat waar het gaat om meer, dat het beter moet. Einde citaat. Het gaat dus om onderzoek en wat echt waardevol is. Het is heel inspirerend om te merken dat veel studenten, zoals deze Italiaanse jonge mannen bijvoorbeeld, hadden geëxperimenteerd met plantaardige verfstoffen. Ze hadden dus wezenlijk belangstelling voor het project. We hebben Tim van der Loo ontmoet, een Nederlandse student aan de Weissensee Kunsthochschule in Berlijn, die met New Blue in 2020 de German Eco Design Award voor jonge ontwerpers heeft gewonnen. Hij had ook met weden gewerkt, maar zijn ontwerp ging over het gebruik van vervezelde denim, die door middel van naaien tot een nieuwe stof, een soort moltonachtige stof, had verwerkt en waar die kleding van had gemaakt. Het was erg leuk om elkaar te ontmoeten. Onze blauwe wand is veel gefotografeerd. We hebben diverse mensen moeten teleurstellen omdat we geen productiebedrijf zijn en op bestelling blauwe wol kunnen leveren. Wij willen aandacht vragen voor het gebruik van lokaal materiaal en laten zien dat het tot mooie producten kan leiden. Tegenover ons stond het binnenproject van de Nederlandse Crafts Council, waar deze bodywarmer te zien was. Modeontwerper Sjaak Hullekes is een van de linen stewards die zich met het verwerkingsproces van vlas tot vezel hebben bezig gehouden. En het spinnen van het vlas is gedaan in Polen. Helen Klopper heeft geëxperimenteerd met een mengsel van korte vlasvezels en wol om tot een geschikt vilt voor kleding te komen. En wij staan niet alleen in het propageren van lokale wol. We zijn ook niet de eerste. Reina Overgaaf van de Knitwit Stable is al langer bezig en heeft zich nu aangesloten bij het Hollandse Wolcollectief dat werkt aan een circulaire economie. Jolien Jolink, die duurzame mode ontwerpt, heeft dit jaar een luxe kwaliteitsjas van Nederlandse schapenwol gecreëerd. Dit komt van haar website. Ze combineert klassieke trenchcoat details met een vernieuwend silhouet met ruime afgeronde schouders en bovenmouw. De stevige, zware geweven stof met prachtige donkerblauwe melange is winddicht, waterafstotend en heerlijk warm volgens haar website. Ik zou zeggen, laat de winter maar komen. Met dank aan Dorine, Johanna en Winnie en alle enthousiaste vrijwilligers. Dank voor je inspirerende verhaal, Gineke. Echt een heel bijzonder project wat jullie met z'n allen zo zijn aangegaan. En ook eentje die volgens mij wel een heel vruchtbare bodem is gevallen.
Ik weet niet of er al vragen zijn vanuit de chat. Mij nog niet. Je noemde al even zelf dat, dat je met allemaal lokale grondstoffen probeert te werken. Zijn er eigenlijk ook nog andere lokale grondstoffen naast het wee dat jullie willen gaan proberen om te verven bijvoorbeeld? Of... Wij, kijk, dat, ja, we gaan misschien met die plantaardige verfstoffen verder. En wat heel fijn was, dat we op de Dutch Design Week hebben gemerkt dat er heel veel mensen daar toch mee aan het experimenteren zijn. Dus hoe meer mensen proberen om dat op een ja, zo milieuvriendelijk wijze te doen, hè, des te eerder kom je dus tot nieuwe mogelijkheden met die plantaardige verfstoffen. Kijk, wij hebben heel specifiek voor weden gekozen, omdat dat datgene is waar IJzeraar mee bezig was geweest. En mijn ervaring was, ik had allemaal oude verfboekjes uit de jaren 70 en 80. En daar stond nooit een goed recept in voor het verven met weden. Dat was allemaal heel ingewikkeld en dan moest je ballen van maken of je moest er nou, tinctuur van maken. Allemaal verschrikkelijk veel werk. En wat wij nu hebben gedaan, kan je in een dag doen, maar je moet wel werken met verse wedenbladeren. Ja, dus je moet wel echt op het juiste moment de juiste acties kunnen ondernemen om tot dit resultaat te komen. Ja. Ja, maar je kunt dus ook met moderne middelen misschien andere mogelijkheden ontdekken. Dus er ja, moet of, veel geëxperimenteerd worden. Ja, wel heel spannend inderdaad. Ja. En hoeveel mensen zijn nu eigenlijk bij dit project betrokken? Want je hebt wel allemaal mensen bij elkaar gekregen die kennis hebben van allerlei ambachten, zoals spinnen, het verfilten. Ja, nou, mensen die actief hebben meegewerkt, zeg maar, voor die tentoonstelling, dat waren er 150. We hadden 200 mensen op onze lijst staan. We hebben een nieuwsbrief die naar meer dan 600 mensen toe gaat. Dus dat is eigenlijk verspreid over het hele land. Voor de weden heb ik wedenzaadjes verstuurd aan 60 mensen die het hebben gekweekt. Bij mij, bij heel veel, net als bij mij, is die helaas opgegeten door de slakken. Maar gelukkig waren een aantal kwekers met iets wat meer ervaring, denk ik. Of de gelegenheid om de slakken te rapen en weg te, hè, dus over de sloot te gooien. Dat die dus goede... ja, dat was even... een ander beeldscherm. Ja, dus dat die, dus die konden dus op tijd leveren. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Ja. Ja, en inmiddels zijn je natuurlijk allemaal op de hoogte van van de truc, van het toepassen van de wol rondom het werk waar de slakken niet mogen komen. Ja, ja, zeker. Ja, want dat heeft bij mij absoluut gewerkt. Dat, ja. Toen ik daarachter kwam, want nu staan er bij mij nog een aantal kropjes weden, waarvan ik denk van nou, ik hoop dat we daar nog even tijd voor hebben om dat te verwerken. Maar we hebben op dit moment geen wol meer om te verven. Nee. Dus, en zijn er ook nog wel genoeg herders actief in Friesland, Drenthe, Groningen om... Veel. Er zijn in Drenthe sowieso 5 grote schaapskuddes. In Friesland zijn er in ieder geval ook 3 organisaties bezig met landschapsbeheer met kuddes. En verschillende zijn ook echt aan het experimenteren met de schapen. Ja. Om te kijken of je ook schapen kunt inzetten die betere wol bieden bijvoorbeeld. Ja, ja. En, want dat is natuurlijk ook iets. Hè. Je zult het in het gehele systeem moeten bekijken. Hè. Je moet gaan kijken, als je de wol wil gebruiken, welke schapen zul je dan moeten gebruiken? Of van de Nederlandse schapen is de Zwifde bijvoorbeeld ook een mengschaap met tessels. En die levert echt behoorlijk goede wol ook om mee te breien en zo, en voor kleding. En, maar de andere, de heideschaap is eigenlijk meer geschikt voor vloerkleden. Nou ja, vandaar dat we dus met vloerkleden aan de gang willen. Ja, ja. Dat het
er volgend jaar op stapel staat. Ja. Ja. En je noemde al dat de wol ook wel naar China wordt gestuurd. Is dat dan niet juist een heel duur element, zeg maar, voor die wol? Of wordt die daar ook verwerkt weer tot iets? Of... Ja, het punt is, het wordt als afval naar China gestuurd. En China die verwerkt dus afval voor Nederland. Nou is dat dus sinds een tijdje niet meer het geval. Dus de wol stapelt zich hier op. He, sommige boeren die doen dat dan in die grote big bags en die stapelen het op voor betere tijden. En er zijn boeren die het gaan verbranden. En dat is natuurlijk een hele rare methode om brandwerend materiaal als wol, om daarvan af te komen. En we zijn bezig met een aannemer, een grote aannemer, om te kijken of die het kan toepassen als isolatiemateriaal in spouwmuren. Die heeft een aantal proeven al gedaan met wol die wij hadden geleverd. Maar dat moet nog verder ontwikkeld worden. Want dat is natuurlijk ook een heel goede. Hè, ik weet dat in Amerika worden heel veel campers met wol geïsoleerd. En dat is natuurlijk gewoon een hele goede toepassing van wol. Ja, een heel natuurlijk isolatiemateriaal. En ook nog brandwerend ook. Dat ja. is gewoon heel fijn. Nou, niet onbelangrijk inderdaad. En zien jullie ook in de toekomst misschien een mogelijkheid om andere grondstoffen misschien te verwerken, zoals toch ook plastic of in ieder geval kunststoffen? Nou ja, wij zijn niet. Kijk, het lastige van kunststoffen is dat ze sowieso allemaal microplastics loslaten. En dat die in onze natuur terechtkomen, in de oceanen komen. En dat ze ook al in ons zitten. Wij nemen ze ook al op. En we Precies, weten ook natuurlijk door de niet. kleding. Ja, maar ook gewoon in je hele systeem. Dus we weten gewoon niet precies wat daar het effect van zal zijn. En dat effect heb je natuurlijk met natuurlijke materialen niet. Want Nee. die zijn gewoon duurzaam en recyclebaar en leveren dat soort problemen niet op. Dus die microvervuiling, dat is gewoon een heel groot probleem. Ja. Dus dat is de reden waarom wij niet direct denken aan kunstvezels. Kan ik me helemaal voorstellen. Het kwam alleen even in me op doordat je begon met het container en alle containers, zeg maar, die van het schip kwamen en vervolgens overal nergens belanden en geruimd moesten worden. Ja. Ja, maar juist die fijne plastic korrels, die zijn nog lang niet allemaal geruimd. Die zijn onder het zand verdwenen. Dus Ja. dat is gewoon een groot probleem. Waarschijnlijk een proces dat nog vele jaren in beslag zal nemen, ja. 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 En heel even over het wol en de geschiedenis daarvan. Wol is natuurlijk iets wat we al eeuwenlang dragen en gebruiken. Met dit project val je dan eigenlijk terug op een historisch gegeven dat er al vroeg wol werd verwerkt in Friesland. Was er een industrie voor die Nee, wol dat was schapen? dat was alleen huisindustrie. He, er Ja. waren natuurlijk weefgetouwen en de Ja. vrouwen die sponnen. En dan kwam er een wever vaak langs. Nee, er waren weverijen in Harlingen, maar die werkten niet specifiek met wol. Dat waren meer linnen en canvasweverijen ook voor de Ja. delen van de schepen. Ja, Dus precies. echt een specifieke wolweverij was er niet. Dus in Friesland zijn er ook heel veel van die prachtige vesten uit Norwich gedragen. Hè? Dus er werd gewoon veel geïmporteerd van andere plekken. Ik bedoel, in Leiden was er natuurlijk een grote wolindustrie. Ja. Hè? En dus Leids-Laken, dat werd ook hier gebruikt. Ik zie een vraag, canvasweverijen. Canvas is een dik weefsel wat gebruikt werd voor de zeilen van de schepen. En canvas, tegenwoordig kun je nog katoenen canvas kopen. Een canvastas dat is dan een dikkere soort katoen. En vroeger was het van linnen of van hennep. En daarvoor waren er ook wollen zeilen. De Vikingen hebben gezeild met wollen zeilen. Oh, wat bijzonder. Ja. En het maken van die zeilen kostte meer tijd dan het bouwen van een boot. Ja.
Ja, ik ben toevallig zelf in oktober in een molen geweest in Zaanstreek. En daar werd echt nog de hennep verwerkt. Ja. Onder andere uit Friese en Drentse velden. En als ik zie hoeveel tijd dat in beslag neemt en ook om zonder goede theorie eigenlijk uiteindelijk tot een draad te komen. Dat is zo'n uitvoerig proces dat ik daar inmiddels veel respect voor elk zeilschip heb met zo'n zeil. Dus, ik zie ook een vraag uit de chat. Zijn er ook mini-pakketjes waarmee mensen zelf dingen uit kunnen proberen? Dat hebben wij nog niet gedaan, maar ik vind het wel een leuk idee om te doen. Kijk, dat betekent dat we of we dingen moeten gaan verkopen. Het enige wat we op dit moment verkopen is het boekje. En dat is, beide boekjes zijn te bestellen via onze website www.pleet.nl. En ze kosten maar €6, dus dat is te doen. Ja, inderdaad. Nou, fijn dat ze in ieder geval wel beschikbaar zijn. En ja, mini-pakketjes is inderdaad ook wel een Goed mooi idee. idee. Ja. Ja, we zijn wel met dit soort plannen bezig, maar deze tijd werkt even niet mee. We kunnen niet zo makkelijk samenkomen en we hebben ook nog geen werkplaats. En dat is wat ons ontbreekt. Ja, we zijn gewoon thuis aan het werk allemaal. En dat is Ja. niet. Dat kan je natuurlijk met textiel ook gauw. Je kan goed thuis werken, maar het is toch Ja, fijn als je het samen kunt doen. het levert toch een ander effect op, inderdaad. En ook, ik vroeg me ook nog af, inderdaad, dat samenwerken aan zo'n pleat, hoe ging dat in zijn werk? Nou, ze hebben met elkaar besproken van welke technieken ze gingen toepassen en gewoon uitgedeeld van ieder heeft zijn deel gedaan. En dat is dan later aan elkaar gezet door Ja. iemand. Ja, het zijn gewoon hele samenhangende dingen geworden hoor. Het is niet echt dat je denkt van, oh, dat kan met breien en haken, kan dat heel goed. Ja, toch? Ja. Nee, ja, ik vroeg me af meer in de tijd van, oké, in corona, van mogen mensen dan fysiek echt samenwerken of heeft ieder zijn deel gedaan en is het Ja, inderdaad weer aan over het elkaar gezet? algemeen heeft ieder zijn deel gedaan. Ja, met twee samen. Oh, en dan bij één iemand laten bezorgen. En dan kan die ene iemand dat in elkaar zetten. Ja, Ja. inderdaad. Ja. En je noemde de Friese mantels met allerlei patronen. Zijn er eigenlijk specifieke patronen gebruikt vanuit de regio, zeg maar? Nou. Zelf een patroonpatroon Ik zijn? noem dit echt. Ja, die Friese mantels die zijn dus verhandeld, onder andere met. Nou, tot aan Noord-Afrika toe. In de middeleeuwen. Nou, er zijn restanten van stoffen gevonden. En dat zijn eigenlijk altijd keperweefsels. Of spitskeper. Dat je van die ruitjes krijgt. Maar een echte complete mantel is niet bewaard gebleven. Dus daar kunnen we eigenlijk heel weinig over zeggen. Nee, ja, vanuit een fragment is het natuurlijk lastig om het geheel voor je te zien af en toe. Ja. Maar als je het weefsel op zich kunt identificeren, hè, dan kun je wel voorstellen hoe dat verder is gegaan. Ja. Inderdaad, dat kan wel heel mooi resultaat opleveren. Ik vond de patronen in ieder geval echt prachtig die jullie hadden gebruikt. Met dat donker en dat licht. Ja, nou, dat werkt ook erg goed. Ja. Ja. En dat is natuurlijk gewoon. Wij wilden ook per se voor dat project de natuurlijke kleuren van de schapen houden. Dat we eigenlijk gewoon de metamorfose van de kudde naar het object op die manier konden laten zien. En er waren natuurlijk genoeg mensen die toen al hadden willen verven. En toen zeiden van ja, nou, voor dit project hadden we dat uitgesloten. Voor volgende projecten, wie weet, gaan we meer met de verven bezig. Ja. Maar ja, de tijd Wel. zal het leren. Ja, wel spannend voor de vloerkleden. En jullie hebben nu echt gebruik gemaakt van de oude technieken, toch? Ja. Ja, met de oude spinwielen en. Gewoon spinnewielen en weefgetouwen, breinaalden, haaknaalden.
Ja. Ja. Zijn jullie ook nog van plan om ook nog te focussen op modernere technieken, zeg maar, die nog mogelijkheden bieden? Of Ik weet niet of juist. er binnen dit materiaal, of daar verder veel nieuwe dingen mogelijk zijn. Ik bedoel, filter is al, hè, de non-woven, dat is natuurlijk de alleroudste woltechniek. Ja. En ja, je kan allerlei technieken om draden met elkaar te verbinden. Ik bedoel, je kan natuurlijk machinaal laten weven. En dan kun je computergestuurd laten weven en dan kan je daar allerlei patronen in maken. Maar het principe van het weven blijft natuurlijk hetzelfde. Ik bedoel, je hebt een ketting en je hebt een inslag. En daar maak je je patronen mee. Ja, en ik denk in dit geval als je voor machinaal breiwerk zou kiezen of weven inderdaad, dat je dan ook voor een schaalvergroting staat eigenlijk. Ja, nou ja... Wij hopen mensen zodanig te inspireren dat zij daarmee aan de gang gaan. Dus jonge ontwerpers die gaan kijken of ze met behulp van dit materiaal toch nieuwe dingen kunnen ontwerpen. En dat kan een combinatie van technieken zijn. Nou, we hebben met verschillende mensen al daarover gesproken. Dus ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Er kan best wel wat, maar... Ik denk niet dat wij degene zijn die dat soort dingen gaan ontwikkelen. Ik denk dat daar een nieuwe generatie voor moet komen die dat gaat ontwikkelen. Dat zelf weer oppikt, inderdaad. Ja. 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 Nou, het is wel heel mooi dat jullie dit allemaal hebben opgezet. Met zoveel mensen. Ja. Ja. Dat is ook heel fijn. Past ook mooi in het thema van het volgende lustrum. De duurzaamheid, absoluut. Inderdaad, waarbij duurzaamheid centraal staat. Dus ja. Wie weet zien we dan een vloerkleed. Ja. Ja, als het gelukt is. Ja. Of weer een mooi breien dicté met wol van de schapen. Ja, dat zou kunnen. Dus alles is nog mogelijk. Nou. Oh, ik zie nog een vraag. Ook of er mensen hebben gewerkt op de tafelgetouwen. Of dat praktisch ook mogelijk was. Ja, er zijn ook mensen die hebben op tafelgetouwen gewerkt. Die hebben de smallere weefsels gemaakt en die hebben ze dan later aan elkaar gezet. Dat weefsel waar iemand overheen kroop in beeld, dat waren ook twee smalle stroken. En die waren ook in het midden aan elkaar gezet. Maar die vormen samen gewoon zo'n mooi geheel. Dat je dat helemaal niet door had. Dat er twee stroken waren. Dus natuurlijk kan je op kleinere getouwen ook best grote dingen maken. Als je het goed van tevoren uitdenkt. Ja, dan kun je dat aan elkaar zetten. Precies, ja. Dus het antwoord is ja. Ja. Er hebben inderdaad mensen opgewerkt. Ja. Ja. Als er geen verdere vragen zijn, ik heb zelf op het moment ook niet nog meer vragen, dan wil ik je graag heel erg bedanken voor je hele coole verhaal over deze bijzondere verwerking van de wol. Ja, dankjewel. Een mooie project. Ja, het is echt een bijzonder project. Ja. En nou ja, het gaat alle kanten op, maar we blijven bezig. Nou, ik hoop het komend jaar in het echt te kunnen bewonderen, inderdaad. Ja, dus als de tentoonstelling in het Landbouwmuseum, die gaat eind mei open. Tot november. Dus daar hopen we gewoon een leuke presentatie te kunnen geven van allerlei aspecten van wol. Dus. Ja, nou dat gaan we ook zeker via de vereniging promoten. Dankjewel. Nou, dit was alweer de 16e lezing. We hebben dit jaar nog eentje staan. Die is op 17 december van René Luchtigheid. En zij praat over kerkelijk textiel. Haar promotieonderzoek ging daarover. Volgend jaar hopen we jullie natuurlijk allemaal weer in het echt te mogen zien op de winterdag 15 januari.
We hoeven ook weer excursies te mogen organiseren. De excursie van 11 december naar het Modemuseum in Antwerpen gaat helaas nog niet door. Dus die wordt nog even uitgesteld. En ja, volgend jaar hopen we dan weer vooral dus fysiek bijeen te kunnen komen. Maar ook dan gaan we door met online lezingen. We zijn heel erg blij dat Gineke vanavond kon inspringen. Eigenlijk zou Mayo van der Woude haar lezing geven, maar zij komt volgend jaar nog over haar borduursels aan bod. We zijn ook nog op zoek naar mensen eigenlijk die graag willen helpen bij het organiseren van online lezingen. Dus wie zich daar groepen toe voelt om zijn steentje daarvoor bij te willen dragen, wil ik graag verwijzen naar het e-mailadres voorzitter@kostuumvereniging.nl. Naar onze voorzitter Anna-Kalijn van Kesteren. En even kijken wat ik nog verder wilde noemen. Was ook, het werd net al eventjes genoemd, het Norwich Damast. En vanaf 26 november is daarover een tentoonstelling in het Zeeuws Museum in Middelburg te zien. Reused, Resetting. En het gaat over het hele onderzoek naar waar deze damasten en de patronen daarvan vandaan komen. Dus wellicht een mooie mogelijkheid om daar weer wat meer over te leren. Was dat het eigenlijk qua mededelingen. Dus nog een heel hartelijk dank aan Gineke. En dan wens ik jullie nog een hele fijne avond. Tot ziens. Tot ziens.